nog schuur straks. Dit gedeelte. Dan staan we nu buiten de schuur. Deze poort is anderhalve meter teruggezet. Dit is een nieuw zitje, weer in de schaduw. Super lekker. Boomvaren. De pruim, maar leeg nu. Terrasje. Ja, dat is het. Dan hebben we nu de beschikking over tuindeuren voor van de zomer. En de winterdeur. Dan kom je lekker in een halletje. Laat de kleren uit, laat de schoenen uit. Naar de woonkamer. Hallo, hallo. Ja, hier staan nog een hele hoop spullen die vervangen moeten worden, zoals de bank. TV-meubeltje tijdelijk gemaakt. Van de oude balken van het dak. Zo, gaan we uit de woonkamer. Komen we in de eetkamer. Lekker een ruime eetkamer. We weten nog niet precies waar we alles gaan zetten. Of de tafel hier staat of van deze kant komt, dat weten we nog niet. Hier komt de keuken straks. Die is er al, maar er komt een nieuwe. Voor dit gedeelte zit er een kast, drie kasten. Koelgedeelte, overmagnetron, diepvries, die staat al op zijn plek. En hier komen twee, wat ze noemen, lemaankasten. Die kun je er helemaal uittrekken als je hem open doet. Dat zit. We hebben hier de trapkast. Nou, een puinhoop natuurlijk. Dan zie je daar de, hoe heet dat, de verdeler van de vloerverwarming. De nieuwe deur. De hal. Lutje. Hierbij hebben we dus de deur verplaatst, want deze deur zat eerst aan deze kant. En hij is ook groter geworden, de toilet. Toilet. Nieuwe toilet. Dat was hem. Dus als we dus vanuit de keuken kijken, is het iets meer geworden, hè?